gaan namen raden. De captains die krijgen allebei 2 minuten de tijd om zoveel mogelijk bekende Nederlanders te omschrijven aan hun teamleden. Oh. En dat doen zij op geheel eigen wijze. Passen mag niet, dus je moet net zo lang doorgaan totdat het geraden is. En Jeroen, aan jou de eer om naar eigen inzicht de volgende BN'ers... Zo. Zag je dat? Oh, zag je dat? Je viel, ja. Viel je bijna. Ja, 100%. Goed. 2 minuten op de klok. Okay. En ze lopen... Gaan we proberen. Nu. Een die radio-dj. Achternaam is het geluid van een pistool. Dus niet... Bang. Achter, maar dan een andere letter van het begin. Maar ja, ik sta echt helemaal... Perplex. Nee. Maar dan het geluid. Ik sta helemaal... Bang. Ik sta helemaal bang. Een voornaam is dezelfde voornaam als een acteur. Ja? En die heet Atsma van achteren. Oh, Buddy. Buddy Paf. Paf. Ja. Oh, ja, Paf had ik. Ja. Dit is de tutorials, doet ze. Nicky. Ja, van achteren heet ze. Nicky de Jager. Ja, heel goed. Presentator, sidekick, doet nu op SBS doet hij in plaats van Voetbal Inside. Dan heb je... Marcel van Roosmalen? Die andere. Gijs Groenteman. Yep. Ja, lekker. Goed. Ja, dit is een straat. Ja. Oké. <Okay. laughs> Voornaam is niet zwarte, maar... Witte? De witte. Ja. Zo. Ja. Ja. Onze lekker geweldige iris. Sexy saxofonist. Kenny Dover. Yep. Nice. Ja. Dit is een oud politica. Ja. Dat? Ja. Heel lang geleden. Voornaam is hetzelfde als De Poe, die beer. Winnie. De achternaam is iemand die in de ziekenhuisbranche werkt. En die, het laatste woord is, je tilt iets op je schouder en dan je het. Dan... Ja. Dan til je het. Ja, maar hoe noem je dat zo op je rug dan? Winnie Schouder? Nee. Winnie Drager. Drager, inderdaad. Dat is goed. Ja. En daarvoor zit iets. Mensen Winnie. Werken niet in het ziekenhuis, maar die werken in de... Zorg. Winnie Zorgdrager. Yep. Ja! Ja, goed! Dit heb ik geen idee. Achternaam is in ieder geval een stuk. En dan gaan we eraan trekken aan allebei de kanten. Aan een... Touw. Dus dat is de achternaam. En voornaam is... Jan Terlouw? Nee, het is echt touw. Okay. Voornaam, het is een vrouw. Voornaam is... Eerste gedeelte van de voornaam. Marjolein Touw. Marjolein Touw. Nou ja, geen idee wie de naam hoor. Zes namen gedaan, uitstekend. Goed, nou, Richard, kom maar bij me. Oh, succes. Ja, succes. Ik vond het heel goed gaan. Ik zelf ook, dankjewel. We doen precies hetzelfde, alleen dan met andere namen. Dat lijkt me logisch. Oh. En jullie tijd gaat nu in. Kom op, Ries. Oh, een real life ster. Hij was genomineerd voor een televisiering. Oh. Bas, de laatste keer. Zijn achternaam is van een beest in het water. En die trilt, zeg maar. Zo. Oh, kom aan. Je moet het beter doen. Jongens, een real life... De achternaam is een dier. Weet je, doe die zit zo, zo in het water. Oh, bever. Ja, en hoe heet die man? John de Bever. Hallo, ja. Ik ken heel die Johnny. We moeten een sportvrouw. De achternaam... Oké, doe ik even in 2 delen. Is 2 lettergrepen. De eerste lettergreep is waar je schoenen van gemaakt zijn. Ja, leer. Ja, de achter... Jutta Leer dan. Juist, heel goed. Ja! Jeetje, goed. Oké, dit is een voetballer die niet kan zien. Zoon van een bekende voetballer. Ja, Danny Blind. Ja, die ken ik niet. Maar de achternaam is als je ergens aan blijft... Hangen? Nee, hoe heet hangen. Dat? Kleven. Kleven. Ja, Kleverman. En de voornaam is dezelfde voornaam als de bekendste talkshow-hosts, dame die nu bij RTL Eva zit. Eva Kleverman. Eva... Nee. Kleverman. Nee, kort! Je zei het net goed. Eva Kle... Je zei... Wat is dit nou? Eva Kleeft. Nee, werkwoord. Kleef. Plak. Werkwoord. Even ik kan werkwoord. Niet tegen, Linda. Ik ben niet geschikt als teamcaptain. Eva Jinek. Eva klinkt als leven. Wat is dat nou, alsjeblieft? Eva Kleef. Nee. Eva Plak. Jij kent haar toch? Ik kan er niet meer tegen, want ik ken het hele wijf niet. Ik ken niet meer die Eva. Ik ken haar niet. Eva Plak. Het klinkt als leven. Even, maar dan... Even blij. Nee, nou niet zo flauw, Jeroen van der Boom. Ik vind er niks meer aan. Nou, de voornaam hebben we. Eva. De Eva... Tuurlijk, Klingelenberg. Klingel.
Ja hoor, het klinkt als leven. Klingelenberg, wat moet ik hier nou mee? Eva, dit is echt verschrikkelijk. Maar volgens mij mag je leven niet eens. Nee, ik ben bijna leven. Oh, nou, oké, okay, het laatste gedeelte van de achternaam. Zeg pas. Het laatste, dat mag niet pas. Wie was dat nou? Kleven. Eva Kleven. Ja. Wat rijmt op leven, Kleven, zegt Sascha. Hier, nou hadden we Tim Olihoek gehad, die had je helemaal niet geraden. Nou ja. Mijn luister. Nee, laten we er dat nog, kan je niet tegen. Laten we er nog één doen. De vorige, wat was de volgende? Tim Olihoek. Tim Olihoek. Ja. Die ken je toch wel? Ja, ik wel, maar zij kennen niemand. Ja, ik ken hem niet. Echt niet? Nee. Ja, ik heb pilletjes voor hoge bloeddruk, hè. Nou, dat gaat lekker goed lukken zo.